Het schoolopstel. Een hoorspel door Erwin Wiekert, vertaald door Joter Lau. Regie, S. de Vries junior. Het is nog hetzelfde oude ijzeren hek. Ik loop over de binnenplaats naar de ingang voor de leerlingen. De lucht is weer blauw en de zon schijnt. Maar van de bladeren van de kastanjebomen vallen nog druppels. Ja, toen we van school gingen, zong het koor. Morgen moet ik fort van hier und moet afscheid nemen. O, du allerschönste Zier. Scheiden, das bringt Grämen. Silcher, dat ging destijds nog. Nee, eigenlijk ging het toen ook al niet meer, omdat het onecht is. Die ich hier so treu geliebt, über alle Massen. Soll ich nie verlassen. Soll ich nun verlassen? Tweemaal drie treden en dan gleed je met een lange ruk op je bespijkerde schoen over de gladde stenen vloer. Uitglijden doen we hier op aarde. Vallen, opstaan, weer vallen, blijven liggen. Maar daar staat niets van in dat prachtige vers. We moeten toen wel bijzonder sentimenteel en naïef geweest zijn. Of hadden we toch al een beetje door hoe onecht het was? Misschien wel. Kilian keek me aan en trok zijn neus scheef toen we in onze blauwe pak in de aula zaten. Het koor het podium had bestegen, de oude zangleraar harig zacht de toon aangegeven had en de zangers zwijmelden. Morgen moet ik fort van hier. De stenen stoep is in die 28 jaar nog verder uitgesleten. Alles ziet er trouwens veel havelozer uit. Of was het toen ook al zo? Zonder dat wij het merkten. Niemand. Hallo. Hallo. Hallo, meneer Schreiber. Hallo. Ja? Bent u de conciërge? Ik ben de conciërge, ja. Is meneer Schreiber er dan niet meer? Die was conciërge toen ik hier op school ging. Schreiber? Nee, heb ik nooit gekend. Ik ben hier al 17 jaar. Oh nee, het is veel langer geleden. 28 jaar al. Ik heb een eigenaardig verzoek. Ik zou zo graag de school nog eens zien. Zomaar eens rondneuzen. Ik ben al jaren weer eens in de stad en ik kwam toevallig hier voorbij. Och, dat is helemaal niet zo'n eigenaardig verzoek. Er komen hier wel eens vaker vroege leerlingen van de school. Oh ja? Mijn naam is Geiger. Na mijn eindexamen heb ik de stad verlaten. Dat is 28 jaar geleden, zoals ik al zei. Maar nu ben ik benoemd tot dirigent van het stedelijk orkest hier. Juist. De leerlingen hebben vanmiddag vrij. Allemaal? Nee, de hoogste klas niet. Die moest terugkomen omdat er vanmorgen twee lessen niet zijn doorgegaan. Wegens de begrafenis. U kunt dan naar boven gaan als u wilt. U zult er mij wel niet bij nodig hebben, denk ik. Zit de hoogste klas nog altijd naast het tekenlokaal? Ja, nog altijd, op de eerste etage. Rechts van de tekenzaal. Over een half uur begint de les. Maar zo lang zal het dan niet duren, denk ik.
De hoogste klas. Daar hangt het portret van de oude Siebus. Maar nu zullen ze het wel gauw in een donker hoekje hangen. Of in de leraarskamer, aan de muur met de portretten van alle vroegere leraren. Alleen het oog van de werkster zal er nog overheen gaan, als ze de lijst afstoft. Het is donkerder in het lokaal, omdat die bomen door de jaren heen nog een stuk hoger geworden zijn. Mooi, die toppen zo tegen de blauwe lucht. Hier heb ik gezeten. Van mijn plaats af kon ik over de stad kijken. Daar moet de kerktoren geweest zijn. En daarachter het slot en de oude stadspoort. Het is maar goed dat die kastanjebomen er nu voor staan. De stad roept romantische gevoelens op. Die ich hier so treu geliebt, über alle Maßen. De romantici moeten zich wel half doodgelachen hebben om die burgerlijkheid. Heine was nog de eerlijkste van het hele stelletje. Daar zat Lohmann. En daar... Dat weet ik niet meer. Nee. Lohmann zat daar. En hiernaast me zat Scholz. Dan Kilian. Helemaal achteraan Christa Daniels. Die we de gazellen noemden. En achter me... Eva. Voor me Müller Detmold. Waarachtig, ja. Het opstel. En daar bij het raam stond Siebus. Altijd een beetje tegen de muur geleund. Hij droeg een bril met een montuur van goud, die hij voortdurend op en af zette. En onder zijn arm had hij de opstelschriften. Jullie krijgen je opstel terug. Ik heb de indruk dat jullie op het onderwerp voorbereid waren. Het is blijkbaar zo langzamerhand wel bekend geworden dat ik elk jaar de hoogste klas een opstel laat maken over het onderwerp hoe ik me mijn leven voorstel. Ik raad jullie aan het opstel goed te bewaren. Het kan interessant zijn het later nog eens over te lezen. Ik heb er geen cijfers voor gegeven. Oh, juich mij niet te vroeg. Het eindcijfer voor dit onderwerp dat jullie hier schriftelijk behandeld hebben, geef je jezelf. Ja, niet vandaag of morgen, maar over 20 of 30 of 40 jaar. Intussen kunnen sommigen van jullie van geluk spreken dat ik geen cijfer gegeven heb. Christa Daniels bijvoorbeeld. Christa! Pakker voor de... Ja, ja. Nou kijk je me heel verschrikt aan met je rege ogen. Alsof je plotseling in het sprookjesbos voor de boze tovenaar staat. Christa, je spelling tart elke beschrijving. Ik vraag me af hoe je daarmee door het leven moet komen. Door het leven wel, maar niet door het examen. Hoe je daarmee door het leven moet komen, mag de hemel weten. Hoe spel jij realiteit? R-E-A-L. Ja, en verder? Kilian, hoe zou jij het doen? Wat zegt u, meneer? Ja, 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 jij zit weer naar buiten te kijken. Wat zie je daar toch? De kastanjebomen, meneer. Ja, ja, dan moet je daar worden ook. Ik houd niet van zulke grapjes. Bij de volgende les verwissel je van plaats, met Geiger. Maar ik wou helemaal niet brutaal zijn, meneer. Ja. Ik dacht alleen maar... Ja, ja, het is goed, Kilian. Christa, hoe spel je dus realiteit? Met een I of met IE? Met een I? Inderdaad, met een I. En niet met IE. Jullie krijgen nu de schriften terug. Ik verzoek je de aangestreepte gedeelte van je opstel voor te lezen. Kijk, wat hebben we hier? Christa Daniels. Ja, alsjeblieft. Dank u wel. Lohmann.
Dank u wel, meneer. Alsjeblieft. Müller Detmold. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer. Van Schultz. Ja. Alsjeblieft. Kilian. Kilian. Ja, meneer. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer. Eva. Alsjeblieft. Dank u, meneer. Geiger. Ja, meneer. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer. Christa Daniels. Wil jij beginnen? Ja, meneer. Vooruit dan maar. Je hebt toch geen plankenkoorts, wel? Een beetje, meneer. Maar het gaat wel. Als ik door mijn eindexamen ben, ga ik archeologie studeren. De cultuur van de oude Grieken en Romeinen trekt mij bijzonder aan. Het is niet mijn bedoeling om na mijn promotie in het een of andere museum te gaan werken. Het lijkt me veel interessanter om zelf bij de opgravingen aanwezig te zijn. Heb je al afgevraagd of dat praktisch uitvoerbaar is? Nee, meneer. En de financiële mogelijkheden? Heb je die onderzocht? Nee, meneer. Zou je dan je kennis van het Grieks en het Latijn niet liever op een andere manier gebruiken? Als lerares bijvoorbeeld? Oh, nee, meneer. Je slaat de leraar blijkbaar niet al te hoog aan. Nee. Nou ja, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel... Ja. Nou, wat dan? Ja, ik bedoel, lesgeven leidt te veel af van de dingen die echt belangrijk zijn, meneer. Oh. Misschien kan ik beter verder lezen, dan wordt het duidelijker. Goed, dan komen we ook te weten wat echt belangrijk is, hè? Ga je gang. Ja. Als ik de klassieke schrijvers lees, krijg ik wel een indruk van het leven in de oudheid. Maar ik blijf er toch nog te ver vandaan. Het is alsof ik van een schilderij wel de omtrekken, maar niet de kleuren zie. Ik heb het gevoel dat de archeologie mij de oudheid werkelijk zal leren kennen. Natuurlijk niet wanneer ik alleen wetenschappelijk werken of overzichten van een bepaald tijdperk bestudeer, maar wel als ik bij een opgraving een scherf, een brok marmer of een stuk antiek kinderspeelgoed in handen krijg. Dan moeten er ogenblikken zijn waarin je je geheel voelt opgenomen in de realiteit van die antieke wereld. Realiteit met een i? Alsof je zelf in die tijd leeft. Op zo'n ogenblik zou ik volmaakt gelukkig zijn. En ik geloof dat geen enkel ander beroep mij dit geluk zou kunnen schenken. Ja, wat is er, kijker? Meneer, ik zou Christa willen vragen of je nou per se de oudheid moet bestuderen om gelukkig te zijn. Ik bedoel, of er geen geluk mogelijk is als je je bezighoudt met de dingen van onze tijd. Ja. Nou, Christa? Misschien wel. Ja, maar ik geloof niet voor iedereen. Ik ontmoette Christa weer tegen het eind van de jaren 30. Bij een tramhalt in München. Het was kort na de crisis in het Sudetenland. En na de eerste uitvoering van de muziek die ik bij de gedachte van Kilian gecomponeerd had. Christa was getrouwd met een officier van de luchtmacht. We spraken over vroeger, over onze school en over de laatste les. Ze staarde in de vette alsof het stadspark een sprookjesbos was. En ze glimlachte. En de archeologie? Och, die heb ik eraan gegeven. Is je dat niet moeilijk gevallen? Ik ben er getrouwd. En ben je gelukkig? Oh, daar komt een tram. Ik vraag of je gelukkig bent. Als je van iemand houdt en die ander houdt ook van jou, dan moet je toch wel gelukkig zijn. Ze stapte op de tram, draaide zich om en wuifde me nog eenmaal toe. Sinds die dag heb ik haar nooit meer gezien. Haar man is in 1941 boven Engeland neergeschoten.
Ze heeft twee kinderen. Een jongen en een meisje. Tegenwoordig moet ze lerares zijn. Ergens in Oost-Duitsland. Ik heb bemind. Amavi. Ik ben bemind. Amatusum. Maar je bent er geen jongen. Amatasum. Goed. Hij had mij bemind. Amavrat mee. Ik zal hem altijd beminnen. Eum semper Amabo. Amabo. Eum semper amabo. Ik heb hem zo bemind dat ik nu nog gelukkig ben. Eum ita amavi ut nu nog? Nunc hodie. Ut nunc hodie felix esse. Nee. Hier wordt de consecutio temporum niet gebruikt. Oh, paragraaf 231 van je grammatica. Oh ja. Als ik zeggen wil dat ik nu nog altijd gelukkig ben, gebruiken we ook de tegenwoordige tijd van de conjunctief. Eum ita amavi ut nunc hodie beata sim. Ik heb hem zo bemind. Ik heb hem zo bemind dat ik nu nog gelukkig ben. Müller Detmold. Ja, meneer. Je opstel. Ik ben niet zo romantisch aangelegd als Christa, meneer. Nee, dat heb ik in je werk begrepen. Ik had trouwens ook geen romantiek van je verwacht. Ik heb mijn opstel genoemd het 50-jarige plan van Müller Detmold. Dat ziet het niks, hè? Ik ga rechten studeren, eerst in Kiel, vervolgens in Heidelberg en tenslotte in Berlijn. Na 5 jaar slaag ik voor het doctoraal examen. Ik kies dan een ambtelijke loopbaan. Ik heb berekend dat mijn benoeming tot referendaris in 1936 zal plaatsvinden. Een jaar later treed ik in het huwelijk. Kinderen verwachten wij in 1939 in 1939. Waarom zou ik daar niet over praten? Ik verwacht dat ik in 1938 in salarisklasse A2 C2 geplaatst word. Maar met kinderen wacht ik tot ik mijn eerste periodieke verhoging krijg. Met mijn vrouw kom ik overeen dat wij ons gezin tot de hierboven bedoelde 2 kinderen zullen beperken. Jongens of meisjes? Müller Detmold, lees verder als je wilt. Ik wil graag met Kijker wedden dat ik alles op de tijdstippen die ik genoemd heb bereik. Of ik zoons of dochters krijg, heb ik nog niet beslist. Nee. Na elk examen en na elke bevordering stuur ik Kijker een briefkaart. En hij antwoordt met een fles champagne. Ja. Dat kunnen jullie in de pauze wel afspreken. Verder, alsjeblieft. Mijn benoeming tot directeur-generaal zie ik tegemoet in 1955. Verder denk ik niet te gaan. Op mijn 65e jaar ga ik met pensioen. Ik ga mij dan geheel wijden aan mijn liefhebberij, het schilderen. Waarom juist schilderen? Ieder mens moet een liefhebberij hebben. En ik stel me voor met schilderen te beginnen als de kinderen eenmaal op school zijn. Ik zie het als een interessante en aangename afleiding van mijn dagelijkse werk. Dank je. Wou je iets zeggen, Loman? Ik zou Müller Detmold willen herinneren aan een oud spreekwoord. De mens wikt, maar God beschikt. Dat spreekwoord is van toepassing op alle opstellen, Loman. Ook op het jouwe. Om jullie die wijsheid bij te brengen, had ik je het onderwerp niet hoeven opgeven. Alles kwam precies zo uit als Müller Detmold het zich had voorgesteld. Slechts 1 keer is hij van zijn plannen afgeweken. Als hij weer een mijlpaal bereikt had, stuurde hij me een briefkaart en ik antwoordde dan met het sturen van een fles champagne. Ik ontving de geboorteaankondiging van een jongen en 2 jaar later die van een meisje. Maar toen gaf hij zijn 50-jarige plan dat hij tot op dat ogenblik zo pijnlijk nauwgezet had uitgevoerd, plotseling en zonder enige verklaring op.
toen zijn vrouw van een bezoek aan haar familie terugkeerde, meende ze aanvankelijk dat hij niet thuis was. Later vond ze hem op de zolder van hun huis. Hij had zich opgehangen. Niemand heeft ooit geweten waarom. Hallo, man. Ja, meneer. Wees zo goed het aangestreepte gedeelte van je opstel voor te lezen. Niemand in de klas mocht hem. Hij was het jaar tevoren voor zijn eindexamen gezakt. Onverdiend naar jezelf meende. Het was de eerste maal dat er geen rekening werd gehouden met de invloed van zijn vader, de machtige fabrikant Lohman. Hij las vervelend en niet wat arrogant. Na mijn studie aan de Economische Hogeschool zal ik vermoedelijk enkele jaren in het buitenland doorbrengen. Als volontair in bedrijven waarmee ons eigen bedrijf relaties heeft. Onder andere in de Verenigde Staten. Daarna zal ik gedurende korte tijd de verschillende afdelingen van onze fabriek moeten doorlopen om tenslotte mijn vader als directeur op te volgen. Het lijkt me in die positie niet noodzakelijk dat ik hier blijf wonen. Vermoedelijk verhuis ik naar Berlijn of Hamburg. Dank je, dat is voldoende. Uit hetgeen er nog volgt heb ik begrepen dat je aan verhuizen denkt omdat het leven in deze kleine stad je niet aantrekt. Ja, meneer, zo is het. Is je vader niet een andere mening toegedaan? Ja, dat kan wel. Dank je. Je kunt gaan zitten, Lohman. Ik hoop dat je van mening verandert tegen de tijd dat je directeur van de fabriek wordt. Hoe dikwijls moet ik nou nog zeggen dat de directeur niet te spreken is? Je wordt hier dol. Ik zal de hemel danken als het jubileum voorbij is. Dan hebben we tenminste weer 25 jaar rust. Oh ja, de krant zit er ook nog. Al een uur. Ik zal u aanmelden. Ik heb hier de meneer van de ochtendpost, meneer Lohman. U hebt hem een onderhoud toegezegd. Ja, meneer Lohman. Meneer Lohman kan u ontvangen. Maar voor u naar binnen gaat, hij vindt het niet prettig om bij het opstaan en het lopen geholpen te worden. Hoe bedoelt u? Omdat, nou ja, dat zult u wel zien. Ja. Meneer Wels van de Ochtendpost, meneer Lohman. Goedemorgen, meneer Lohman. Komt u verder. Goedemorgen. Dank u. Laten we daar in die fauteuil gaan zitten. Gaat u zitten, meneer Wels. Waarom gaat u niet zitten? Ja, dank u. Mijn redactie stuurt me omdat ze graag iets zou willen schrijven naar aanleiding van uw 75-jarig jubileum. Het is niet mijn jubileum, maar van het bedrijf. Ja, natuurlijk, maar... We hebben voor onze relaties een historisch overzicht laten drukken. Daar kunt u alle gegevens in vinden. Hier heeft u het. Ja, meneer Lohman, dat heb ik al gelezen. Maar we zouden graag ook iets persoonlijks over u publiceren. Het lijkt me nuttiger en interessanter als u de lezers vertelt dat er in 1931 450 mensen in ons bedrijf werkten en op het ogenblik 7600. Die feiten zullen we inderdaad vermelden, meneer Lohman, maar we wilden ook zo graag iets over uzelf schrijven. Wat wilt u weten? U bent hier geboren? Ja, op 17 juli 1904. Een ogenblikje alsjeblieft. 1704. En u bent hier ook op school geweest? Ja, ik heb eindexamen gedaan, laat eens kijken, 28 jaar geleden. 20 jaar. En kunt u nog iets vertellen over uw verdere opleiding? Dat is niet veel geweest. Een tijdje economische hogeschool. En daarna bent u meteen in het bedrijf gekomen of hebt u nog in het buitenland gereisd of zo? Nee. Ik had met mijn vader... Nou ja, dat heeft hier niets mee te maken. Ik moest in elk geval geld verdienen en zo heb ik gewerkt bij een exportfirma in Hamburg. Pas na de dood van mijn vader, 19 december 1930, heb ik de leiding van het bedrijf op me genomen en het uitgebreid. U
U bent ook in militaire dienst geweest? Nee. Waarom dacht u dat? In verband met... Ik ben niet in de oorlog gewond. Oh, neemt u me niet kwalijk. Het nieuws uit het economische leven is tegenwoordig zo onpersoonlijk en kleurloos dat we liever iets uit uw particuliere leven publiceren. Misschien kunt u me het een en ander over uw gezin vertellen? De aanleiding is geen familiefeest, maar het jubileum van een bedrijf. Ja, natuurlijk, maar kunt u misschien een foto afstaan van uzelf in de kring van uw familie? Die kan ik u tot mijn spijt niet aanbieden. Een foto van u alleen dan? Die kunt u bij de redactie van het plaatselijk dagblad krijgen. Ze hebben me deze dagen van alle kanten gefotografeerd. Ik geloof dat dat het dan wel is, nietwaar? Nee, dank u. Ik ga u wel voor. Foto's van Loma. Ja, die kan ik u wel leveren. Komt u er maar mee naar mijn kamer. We hebben meer gisteren van alle kanten gefotografeerd. Is dit interview nog wat geworden? Grote sof. De man heeft er geen flauwe notie van wat publiciteit betekent. Ik moet iets over zijn gezin en zijn particuliere leven schrijven. Ik heb er zowat geen woord uitgekregen. Ja, dat kan ik me voorstellen. U kunt beter naar zijn vrouw en zijn dochter gaan. Maar wat die te vertellen hebben, dat kunt u weer niet laten drukken. Oh nee? Hij moest in de tijd trouwen omdat zij een kind van hem verwachtte. Maar hij was nogal wild in zijn jonge jaren. En nog arrogant en dom ook. Maar hij moest trouwen, anders had zijn vader hem onterfd. Zo? Dat heeft Loma zijn vrouw en zijn dochter nooit vergeven. Ze wonen in Hamburg. En de dochter heeft geloof ik haar vader nog nooit gezien. Oelala. Kijk, hier. Hier zijn een paar foto's van hem. Oh ja. Hij wil met alle geweld staande gefotografeerd worden en zonder krukken. Ja, wat is er eigenlijk met hem? Zijn benen zijn eraf tot de knie. Een ongeluk bij een concours in piek. Deed hij daar dan aan mee? Oh ja. We hadden moeten zien toen hij de fabriek overnam. Als hij dat ongeluk niet gekregen had, zou het bedrijf in de jaartijd aan de haaien geweest zijn. Oh ja? Maar sinds zijn ongeluk is hij een ander mens. Eigenaardig. Aan dat ongeluk heeft hij dus om zo te zeggen zijn werkkracht te danken. Ja, ja, zo zou je het kunnen stellen. Maar sinds die tijd is hij ook nauwelijks meer een mens. Zonder gevoel en zonder humor. Hij zal het noodlot eeuwig blijven verwijten dat het juist hem voor dat ongeluk uitgekozen heeft. En dat hij daardoor niets meer in zijn leven heeft. Hij werkt als een bezetene van de vroege ochtend tot de late avond. En iedereen moet denken dat hij dit altijd zo gewild heeft. En dat het ongeluk in zijn leven niet de geringste betekenis heeft gehad. Tja, ja, dat is een mooie zin, ja. Aan het ongeluk heeft hij zijn werkkracht te danken. Maar ik ben liever stadsredacteur in de sneerkrantje van ons, dan dat ik op zo'n manier aan mijn werkkracht moet komen. Van Scholz, jouw opstel is van een laconieke beknoptheid. Ik wil daar niet over vallen, maar het klinkt wel allemaal heel erg nuchter. Wees zo goed het aangestreepte gedeelte voor te lezen. Ja, meneer. Overeenkomstig de in mijn familie bestaande traditie, en tevens in overeenstemming met mijn eigen wens, ben ik voornemens officier te worden. Dit beroep is tegenwoordig niet populair. En het leger zal mij nauwelijks de schitterende carrière bieden die in het keizerrijk voor een officier mogelijk was. Desondanks heb ik dit beroep gekozen, omdat het in tegenstelling tot alle andere beroepen op een hechte traditie steunt. Omdat de begrippen eer, plicht en gehoorzaamheid aan het vaderland in die gemeenschap onbezoedeld zijn. In deze kring zal ik te alle tijden weten hoe ik moet handelen. Overste von Scholz? Ja? Ja? Het eerste Amerikaanse leger. Tot waar? Ja. Nog iets anders? Wie?
is gearresteerd. Dank u. Nee, geen commentaar. Ja, toch. Denkt u dat ik vanavond nog bezoek krijg? Dank u. Is de luitenant Georgi daar? Jawel, overste. Dan komt hij even op mijn bureau. Nee, rookt u maar rustig doen. Wat is er van uw dienst, overste? Ga zitten. Glas cognac? Graag. Dat is de beste fles die ik heb. Mijn hoofd staat anders niet naar feestvieren. Ik heb al dagenlang zo'n vreemd gevoel in mijn maagstreek. Omdat u op de 20e juli te veel feest gevierd hebt? Nee, omdat ik het te vroeg heb gedaan. Ik had er even een telefoontje van het hoofdkwartier. De Amerikanen hebben aan Vrange doorgebroken. Twee van onze panzerdivisies uit het gebied van K.A. moeten de weg naar Rennes dekken. Uh-huh. Ja. Het eerste Amerikaanse leger rukt op naar Coutances. Zijn er nog orders voor ons? Nee. Dat betekent dus de helden dood. Nou, proost dan, overste. De cognac is uitstekend. U krijgt van mij de order om u met de troep op deze linie terug te trekken. Maar dat is toch in tegenspraak met het bevel van de Führer? Stand houden tot de laatste man, enzovoort. Heeft dat bevel ook maar de geringste zin? Nee. Nou dan. U neemt het commando van mij over. Ik zal gaan naar het front. Maar dat betekent krijgsraad. En u weet hoe de uitspraak zal luiden. Ik hou er rekening mee dat ik voor de krijgsraad gedaagd zal worden. En ik verzoek u wat ik u nu ga vertellen zo gauw mogelijk te vergeten. Von Gerlach is gearresteerd. 20 juli? Ja. Op zijn laatste morgen zijn ze op weg naar mij. Waarom zegt u dan niks? Mankje ziet gelijk blik. Proost. Maar waarom hebt u er mij nooit iets van verteld? Zou u meegedaan hebben? Nee. Ik ben officier en ik heb me te gehoorzamen. Dat staat elke dag in de krant. Maar u had het me minstens destijds kunnen zeggen. Ik weet toch ook dat ze bij het OKW krankzinnig zijn? Ik heb me dikwijls genoeg in die geest uitgelaten. Maar u zegt toch zelf dat u niet meegedaan zou hebben? Nee, maar... zoiets interesseert je toch? Vooral als je commandant, die je ook als je vriend beschouwt, hebt zijn vingers eraan brandt. U hebt me dus niet vertrouwd? Georgi, wij kennen elkaar veel te lang om elkaar die laatste paar uur verwijten te gaan maken. Ik heb het me vroeger ook allemaal zo eenvoudig voorgesteld. Eer, plicht, gehoorzaamheid aan het vaderland. Ik dacht dat ik met deze begrippen als leidraad altijd precies weet en zo wat me te doen stond. Maar in de hoogste regionen hebben ze die begrippen bezoedeld. Wat zij van ons vaderland gemaakt hebben, nee. Ik pas ervoor. Om van de eer maar helemaal niet te spreken. Ik ben het volkomen met u eens. Maar desondanks blijft u de waanzinnigste bevelen opvolgen. Waarschijnlijk. Ik persoonlijk heb in elk geval zuiver spel gespeeld. Ja. Dat hebt u, Kyogi. Maar aan de top zit er één die vals speelt. En ik wil eraan meehelpen die valsspeler te ontmaskeren. Denkt u dat men er u dankbaar voor zal zijn? Dat tuig aan de top stellig niet. En later, als alles voorbij is? Misschien ook maar een paar. Dan zullen ze weer gaan zwetsen over de dolkstoot in de rug en over verraad. Het kan mij niet schelen. Misschien praat u over 10 jaar ook zo. Nee. Ik weet dat u geen verrader bent. Maar misschien zult u de anderen niet tegenspreken. Of toch? Hoe het ook zij, ik wil u in elk geval een persoonlijk verzoek doen. Ik heb daar in mijn tas een brief van mijn vrouw, die ik u straks geven zal. Wilt u die aan haar persoonlijk overhandigen wanneer u met verlof gaat?
staat niets in dat met deze geschiedenis te maken heeft. Je hoeft niet bang te zijn. Denkt u dat ik bang ben? Nee. Nee. Dat geloof ik niet. Zeg tegen mijn vrouw waarom ik niet terugkom. Ik weet dat het geen prettige opdracht is, maar het officiële bericht heeft ze dan toch al ontvangen. Ik zal uw opdracht zo nauwkeurig mogelijk uitvoeren, hoogste. Ze heeft zich het leven ook eenvoudiger voorgesteld. We hebben nu nog de tijd, want zo vlug zullen de zwarte uniformen niet hier zijn. En eenmaal moet ik het toch aan iemand vertellen. Mijn vrouw en ik, Gyori, wij zaten in dezelfde klas en ik weet nog precies wat ze eens een keer in een opstel geschreven heeft. We zaten toen vlak voor ons eindexamen. Ze moest het opstel in de klas voorlezen, maar dat weigerde ze. Later ben ik toch te weten gekomen wat erin stond. Ja. Zelfs de kleinste details van alles wat er die middag gebeurde en alles wat er gezegd werd, herinner ik me nog. Ik zat in de huiskamer en de radio stond aan. Ik luisterde naar een concert toen Eva binnenkwam. Gunther. Ja, wat is er? Moet je eens horen. Het is niet mijn bedoeling op het gebied van wetenschap of kunst bijzondere dingen te doen. Misschien heb ik zelfs in het geheel geen eerzucht. Rijk worden is nog minder mijn wens. O hemeltje, hier heeft de oude Siboes een pen op het papier gezet, omdat hij de uitdrukking blijkbaar niet zo geslaagd vond. Maar hij heeft hem toch laten staan. Weet je wat dit is? Nee. Mijn opstel uit de hoogste klas. Ik vond het daarnet tussen een stapel oude papieren. Rijk worden is nog minder mijn wens. Een gelukkig gezinsleven is niet afhankelijk van uiterlijkheden. Het enige dat voor dit geluk nodig is, dat is de liefde. Nee, ik kan niet verder lezen. Wat een sentimentaliteit. Het is maar goed dat ik het toen niet aan de klas heb willen voorlezen. Jullie hadden je krom gelachen. Zo. In de prullenmand. Ik vind het niet eens zo gek wat die vrouw destijds geschreven heeft. Ach, het was natuurlijk onrijp, wat kinderlijk uitgedrukt. Je kunt het hele leven niet tot de eenvoudige factor liefde herleiden. Vooral niet wanneer de trouw ontbreekt. De trouw? Ja. Kent u hem? Ja. Hij is een klasgenoot van ons geweest. Ik had hem eigenlijk moeten uitdagen. Maar het is een kunstenaar. Een begaafd componist, zeggen ze. Zo. Ik zal nu de brief opzoeken. En dan ga ik me gereed maken. Van het schoollokaal zijn nu grijs geverfd. Daarom doet het misschien zo kil aan. En zo eenzaam. Hier heb ik vroeger gezeten. En als ik me omdraaide, kon ik Eva zien. We lieten een half jaar na zijn dood voorbij gaan. En toen zijn we getrouwd. In december 1944. We trouwden omdat we van elkaar hielden. Als hij uit de oorlog teruggekomen was, zou Eva zich van hem hebben laten scheiden. Terwijl de wereld om ons heen ineenstortte, hielden wij van elkaar. Tot de geldsanering leefden we van zwarte handel. Ik speelde elke avond cello in een orkest van de Amerikanen. En overdag componeerde ik. Het pianoconcert in F groot. Met de twee archaïstische thema's. Klein-Azië. Het Oude Testament. En de aartsvaders. En dan de trompetten. Tada! Schel. Als twee snijdende zwaarden.
De toren van Jehovah. Simpson werpt de pilaar om. En nu de violen. Delila, maar niet zoetelijk. Later het vioolconcert in S. Met het scherzo. De liederen op teksten van Aeschylus. De variaties op een thema van Händel. S'avonds dan weer de kitsch in de Amerikaanse kantine. Maar van de zwarte handel konden we leven. Toen kwam de geldsanering en mijn muziek werd weer uitgevoerd. De opera had veel succes. Maar geld verdien ik niet met mijn werk. En onze vrienden en kennissen hebben het beter dan Eva en ik. Is er nog post geweest? Niets bijzonders. Een brief van de Kulis. Ze hebben een auto gekocht. Zo? Hebben ze vermoedelijk alleen geschreven om ons dat te vertellen. We moeten natuurlijk groen worden van jaloezie. Het is toch ook heerlijk om een wagen te hebben? Natuurlijk. Maar Kulis schrijft geen noodmuziek meer sinds hij die baan op het ministerie heeft. Daarom heeft hij dan ook een wagen? Hij heeft in dat tijd een paar mooie concerten gecomponeerd. Het heeft zijn voordeel als je je financieel niet hoeft te bekrimpen. Inderdaad. Met componeren kom je nooit verder. Nee, dat wisten we ook al toen we trouwden, Eva. Ik heb je toen al gezegd dat we nooit een auto zouden kunnen kopen, omdat ik geen genie ben, zoals bijvoorbeeld Richard Wagner. Die zou al lange limousine van zijn vriend Lodewijk van Beieren gekregen hebben. Toen wij trouwden, dachten we geen van beiden aan een auto. We waren al blij als er een nacht zonder luchtaanval voorbij ging. Het gaat ook niet om een auto. Maar hoe moet het als je ouder wordt? We worden allebei ouder. Van het beetje auteursrechten kunnen we niet leven. En van de mooie kritiek op de uitvoeringen van je werk helemaal niet. En wat zou jij dan willen? Moet ik soms in de handel gaan of zoiets? Waarom heb je die betrekking als dirigent van het Stedelijk Orkest nog niet aangenomen? Ik weet niet of je het opstel nog herinnert dat we in de tijd voor de oude Siboes moesten schrijven. Jouw opstel? Nou, en of... Uit het niets, uit klanken gebouwen optrekken die ongrijpbaar en onzichtbaar zijn, maar die desondanks bestaan en de gehele wereld ontsluiten. Ja, ik wil een wereld opbouwen uit klanken, uit trillingen van de lucht, abstracter dan enig schilderij, enig beeld, enig gedicht. Ik geloof, nee, ik weet zeker dat ik deze opdracht zal kunnen vervullen. Of ik bijval zal oogsten of zal worden uitgefloten, ik weet het niet, maar het speelt voor mij geen rol. Het komt er uitsluitend op aan trouw te blijven aan een ideaal. Grote woorden. Ja, misschien zelfs veel te groot. Ik was toen ook nog maar 19. Zou het toch niet verstandiger geweest zijn als je naar die oude Siboes geluisterd had? Weet je nog wat die van je opstel zei? Zo is het genoeg, Dekker. Dankjewel. We hebben hier in de klas nog een kunstenaar, zoals jullie straks zult horen. Twee kunstenaars onder 7 leerlingen. Nou, ik moet bekennen dat de verhouding 2-5 me toch wel tot nadenken stemt. Misschien moet ik mezelf verwijten dat ik in mijn lessen wat al te zeer de nadruk heb gelegd op de betekenis die de kunst in het leven heeft. Want jongelui, het leven kan niet uitsluitend aan de muze gewijd zijn. Ja, het is zelfs de vraag of het hoogste door kunstenaars wordt bereikt. Misschien beantwoordt het werk van mijn brievenbesteller of mijn melkboer beter aan Gods bedoelingen met de mens dan dat van iemand die de Nobelprijs voor literatuur gekregen heeft. Jij gelooft aan je opdracht, Kijker? Ja, meneer. Prachtig. Ik wil je dat geloof niet ontnemen. Maar één ding moet je bedenken. Er zijn ook valse profeten geweest. Vaak waren het eerzame, godvruchtige mannen die stellig geloofden Gods stem gehoord te hebben. Toch hadden ze zich vergist. Geloof jij ook dat ik me vergist heb? Dat heb je jezelf toch ook vaak genoeg afgevraagd? Ik had zo gehoopt dat jij het me niet zou vragen. Maar als je nou zelf twijfelt... Ik merk anders niets van neerslachtigheid. Ik twijfel niet. Je zou je trouwens weinig om mijn neerslachtigheid bekommeren als ik een beroep had waar pensioen aan verbonden was. Als ik dirigent in ons oude stadje was, dan zou ik je er niet meer over horen. Voor een pensioentje moet ik mijn eigenlijke werk verwaarlozen. Je hoeft het niet te doen. Ik zal er geen woord meer over zeggen. Als jij liever zo blijft doormodderen,
Dat had je niet mogen zeggen. We hebben al zoveel gezegd dat we beter ongezegd hadden kunnen laten. Gestrengeld door het twijgen. In door het twijgen. Wat zeg je? Gestrengeld door het twijgen. In door het twijgen. Dat is uit een gedicht van Kilian. Het wordt donker in het lokaal. Want de lucht is weer betrokken. En er hangen regenwolken boven de toppen van de kastanjebomen. Daar staat Christa. En daar ginds von Schultz, die gesneuveld is. Lohmann, die het geld van zijn vader wilde verbrassen. Müller Detmold, met zijn zorgvuldig uitgestippelde levensloop. Het zal wel gauw gaan regenen. Gestrengeld door het twijgen. In door het twijgen. Dat was Kilian. Kilian was verlegen toen Sibus hem zijn opstel doorgaf. Hij streek het haar van zijn voorhoofd weg. Hij werd rood, stond op, ging weer zitten. En stond toen weer op. Waarom lees je niet voor wat je geschreven hebt, Kilian? Voorlezen? Ja, ik weet het niet. Goed. Het is eigenlijk geen opstel. Durf je niet of wil je niet? Het is eigenlijk geen opstel. Ik weet niet of ik duidelijk genoeg ben. Ik heb het zo uitgedrukt. Wie zegt ons waar wij staan? In de morgen of in de avond? Een beetje luider alsjeblieft, Kilian. Wie zegt ons waar wij staan? In de morgen of in de avond? Wellicht valt de zon al in de bomen en worden de bladeren geel. Of ze staat achter ons en we zijn slechts schaduwen. Wie zegt ons waar we staan? Ge denkt dat ge bemint. Maar de mond die ge kust is reeds tandeloos. En de vingers gezwollen. Ge tekent uw pad voor u uit. Maar dan loopt ge achterwaarts. Of springt in het ravijn. Wie zegt ons waar wij staan? Gevat elkanders handen en samen gaat ge verder. Maar ziet ge het dan niet? Gestrengeld, dorre twijgen, in dorre twijgen. Wie was dat? Eva? Ja, meneer. Vermoed dat jij het niet begrepen hebt. Kilian, kun je het haar uitleggen? De twee handen zijn verdord, als verdorde takjes. Dat is goed opgemerkt, Kilian. Eigenlijk had je hier moeten eindigen. Wat er verder nog komt, is niet zo belangrijk meer. Het hoort er toch bij. Goed, zoals je wilt. Lees maar door. Ge denkt dat ge nog gaaf zijt. Maar plotseling barst ge uiteen. Als de bolster van kastanje. Wie zegt ons waarheen wij gaan? Eva, wilde jij iets opmerken naar aanleiding van hetgeen je gehoord hebt? Nee, meneer. Nee? Een van de anderen misschien? Goed, dan zal ik zelf de kritiek leveren. Eerst een kleinigheid, Kilian. Je schrijft, de mond enzovoort is tandeloos en de vingers gezwollen. Het woord is heeft betrekking zowel op mond, een woord in het enkelvoud, als op vingers, een woord in het meervoud. Grammaticaal is dat natuurlijk niet in orde. Ja, ook op die kleinigheden moet je letten. Maar nu de hoofdzaak. Ons onderwerp was hoe ik mij mijn leven voorstel.
Maar over je toekomst horen we in je gedicht, zal ik het maar noemen, niets. Als ik je goed begrijp, probeer je voortdurend te zeggen dat het hele onderwerp eigenlijk onzin is. Laten we ons eenvoudig een voorstelling van onze toekomst kunnen maken. Laten we ons telkens en telkens weer vergissen. Heb je dat willen zeggen? Ik weet niet of ik duidelijk genoeg geweest ben. Ah, ken je aangebruik in vredesnaam niet zo vaak die uitdrukking. Het irriteert me als ik die zo dikwijls moet horen. Ik vraag me af of hetgeen jij in je gedicht tot uitdrukking brengt de juiste levenshouding is en de juiste houding tegenover de toekomst. Heb jij dan helemaal geen plannen gemaakt? Heb je geen doel waar je op af wilt gaan? Nee. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Toen daar even die opstellen voorgelezen werden, had ik weer hetzelfde gevoel. Welk gevoel? Het gevoel dat uit het gedicht spreekt. Dat je dikwijls zo bang maakt. Sibus schudde het hoofd en gaf het op. Kilian was de eerste van wie gezegd werd dat hij mislukt was. Hij deed niets om in zijn levensonderhoud te voorzien. Bijna niets, afgezien dan van een paar bijlessen. Zo nu en dan kwam je in een tijdschrift een gedicht van hem tegen. Ik componeerde muziek bij de gedicht uit de eerste bundel van Kilian. De eerste uitvoering vond plaats in München. Zonder succes. Er waren 3 of 4 mensen die applaudisseerden, vermoedelijk uit beleefdheid. Het was ook niets voor die tijd. Niet heroïsch genoeg. Kilian was er ook, in een geleend pak. Hij zat in de loge, maar toen ik na het concert een glas wijn met hem wilde gaan drinken, was hij nergens meer te vinden. Hij was vertrokken. Sibus was een van de weinigen die niet geloofde dat Kilian mislukt was. Misschien wilde hij iets goedmaken toen hij in een Zwitsers tijdschrift een artikel schreef over de gedichten van Kilian, waarin hij hem vergeleek met Trakl, Ivan Gol en de destijds bij ons nog bijna geheel onbekende T.S. Eliot. Goed bedoeld, maar natuurlijk veel te hoog gegrepen. Maar het duurde niet lang of men begon in de kring van de ingewijden over Kilian te spreken. En men knikte veelbetekenend met het hoofd als zijn naam ter sprake kwam. Maar zijn gedichten werden nergens meer gedrukt. En toen de oorlog uitbrak, werd het heel stil om hem heen. Toen schreef Sibus me hoe hij hem teruggevonden had, toen hij hem op zijn dorp bezocht. Wat blieft u? Mijn naam is Sibus. Bent u de tante van meneer Kilian? Ja. Ik zou hem graag willen spreken. Meneer Kilian ontvangt geen bezoekers. Hij is ziek. Ik heb hem laten weten dat ik zou komen. Bent u van de geneeskundige dienst? Nee. Ik ben zijn leraar geweest. Oh, juist. Hij zit op het zolderkamertje. Ik zal u naar boven brengen. Maar u mag maar heel kort blijven. Hij mag zich niet opwinden. Een ogenblik, dan doe ik de winkeldeur op slot. Wat scheelt hem eigenlijk? Hij is zenuwziek. Maar soms is hij heel rustig. Hans? Hans, er is bezoek voor je. Ik
Ken je me nog, Kilian? Ik weet niet of ik duidelijk genoeg ben. Ken je me echt niet meer? Siebouche? Ja, natuurlijk. Maar u kunt die vlakte daar niet oversteken. U kunt alleen het nauwe pad langs het bed gaan. De grond brandt ons namelijk onder de voeten. U mag hem niet tegenspreken. Je moet tegenwoordig namelijk bijzonder op je hoede zijn. Weet u dat ze een nieuwe taal hebben uitgevonden, zodat ik de mensen niet meer kan verstaan? Hebben ze het over me gehad? Nee, nee. Ik heb met niemand over je gesproken. Nee. Maar hebben beneden voor het raam toch mensen gestaan die vreemde gebaren maakten? Ja, natuurlijk doorzie ik ze. Maar ik laat het ze niet merken. Waarmee kan ik u van dienst zijn? We hebben op het ogenblik vakantie. En omdat ik toch in de buurt moest zijn, ben ik je nog eens komen opzoeken. Je hebt mijn brieven nooit beantwoord. Dat treft bijzonder goed, meneer. Zou u me willen zeggen wat u destijds met uw artikel in het Zwitserse tijdschrift bedoeld hebt? Hebt u me willen beledigen? Er stonden zulke eigenaardige toespelingen in. Ik heb me zelfs afgevraagd of ik geen aanklacht tegen u moest indienen. Maar Kilian, je hebt me toch zelf in dat tijd geschreven? Niet tegenspreken. De toon was ook zo eigenaardig. Ik weet niet wat de mensen van me willen. Geld misschien. Dat heb ik niet. Ik kan niets voor u doen. En nu moet ik u verzoeken de kamer te verlaten. Ik moet nog werken. Kan ik je niet helpen? Nee. Ik moet alles alleen doen. Werken. Denken. Kijk die eens uit het raam. En ginds, op die heuvel, daar staat het probleem. Het probleem dat me al zo lang bezighoudt. Welk probleem? Een windmolen. Een windmolen waar ze de wieken afgenomen hebben. Ik moet daarover nadenken. Kunt u zich voorstellen hoe erg het voor die windmolen moet zijn, daar zo zonder wieken te staan? Hoe die daaronder moet lijden? Ik weet niet of ik duidelijk genoeg ben. Is verdrietig. Ongelooflijk verdrietig. Neem me niet kwalijk, ik was er even niet bij. Herinnert u zich dat opstaan nog, dat we in de hoogste klas geschreven hebben? Hoe ik mij mijn leven voorstel? Ja, natuurlijk, Kilian. Hebt u niet opgemerkt dat die opstellen allemaal onvolledig waren? Allemaal? Ik weet het niet. Hoe bedoel je? Niemand heeft het erover gehad hoe hij zich zijn einde voorstelde. De dood? Taboe. Taboe. Geeft u nog altijd uw leerlingen dat onderwerp op? Nee. Waarom niet? Ik heb van jou geleerd. Je mag dat onderwerp eigenlijk niet opgeven. Het leidt tot verschrikkelijke dingen. Ik geloof dat u me indertijd niet goed begrepen hebt. Is het niet noodzakelijk dat we zo nu en dan een flinke schok krijgen? Hoort u wel, dikwijls spreekt hij heel verstandig. Het is niet waar dat hij helemaal in de war is zoals de dokters zeggen. Wat staan jullie daar weer te fluisteren? Dr. Siebouche, onder deze omstandigheden moet ik tot mijn spijt van een verder onderhoud afzien. Het spijt me. Ik moet nog werken. Hij heeft zo lang aan het raam naar zijn probleem zitten staren, dat men hem tenslotte kwam weghalen. In april 1941 kwam hij in een inrichting. En 4 weken later kreeg zijn tante bericht dat hij aan longontsteking was overleden.
De doktoren hadden hem ongeneeslijk verklaard. Kilian. Eva. Loman. Christa. Willow Detmold, von Scholz en ik. Dat waren we. Alle zeven. Het begint weer te regenen. De kastanjes vallen op de binnenplaats en springen uit elkaar. Zo, en nu is het 4:00. Is dat een lawaai maken? Plek van een kleuterschool. Nee, me niet kwalijk, ik had u niet gezien. Bent u misschien de vader van een van mijn leerlingen? Nee, ik heb zomaar even uit het raam staan kijken. Oh, ja. De conciërge weet ervan. Juist, ja. Ik heb bijna 30 jaar geleden in dit lokaal mijn eindexamen gedaan. Bij de oude heer Sibus. Ah, nu begrijp ik het. U bent vanmorgen bij de begrafenis geweest. Ja. Een groot verlies. Een vooraanstaand pedagoog met wie ik ook na zijn pensionering graag kon praten. Ja, stilte, stilte, jongelui. Eerdman? Ja, meneer. Kom eens hier en deel de schrift ervan uit. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer. Ja. Ik heb veel van hem geleerd. Bijvoorbeeld ook het onderwerp voor het opstel van vandaag. Hoe ik me mijn leven voorstel. Het geeft je een inzicht in de psyche van de leerling. Inderdaad. Of dacht u van niet? Zeker, zeker. Maar zou Sibus het opstel alleen om die reden hebben laten maken? Denkt u dat hij nog een andere reden gehad kan hebben? Hoe zou ik verdriet en geluk, slagen en mislukken, liefde en leed van 28 jaar en van 7 mensen in 1 zin kunnen samenvatten? Ik ging de trap weer af en over de binnenplaats, die nu vol plassen stond. Er waren kinderen gekomen die de afgevallen en opengesprongen kastanjes opraapten om mee te spelen. Toen schrok ik. Ik heb door de straten gelopen tot het donker werd. Het schoolopstel. Dit was een hoorspel door Erwin Wickert, vertaald door Jotar Lau. Louis de Bree was de leraar Sibus. Frans Somers, Geiger. Corrie van der Linde, Christa Daniels. Paul van der Lek, Lohman. Tom Hakker, Müller Detmold. Jan Borkes, von Scholz. Jan van Ees, Kilian. Barbara Hofman, Eva. Donald de Marcas was de journalist Wels. Herb Orizant, de redacteur van het plaatselijke blad. Hans Veerman, luitenant Jorgi. Dick van Sant, een leraar. Daan van Olven, de conciërge Schirmer. Ingrid van Bentum, de tante van Kilian. En Els Buitendijk, de secretaresse van Lohman. De elektronische effecten waren van Arie Brandon. Regie, Estevries junior.